Toen was ik, denk ik, 5 maanden zwanger. En toen kreeg ik een mes op mijn buik in een heftige ruzie. Toen wou hij mij vermoorden en mijn kindje ook. Nu ze veilig is, kan ze erover praten. Nuchter bijna, doet ze haar verhaal. En de relatie begon zo liefdevol. Je merkte niks, hij was lief, zorgzaam. Maar al snel begon hij haar te isoleren, van haar familie en vrienden, tot ze bijna de deur niet meer uitkwam. De ruzies en de mishandelingen werden steeds heftiger. Toen greep hij me bij mijn keel. Mijn kinderen kwamen aangelopen in de ingang van de portiek en de woning. En toen sloeg hij mijn hoofdkuit tegen de muur. En hij bleef me slaan, hij bleef me slaan, totdat ik eigenlijk knock-out ging. En het enige wat ik hoorde was dat mijn kinderen gilden, maak mijn moeder niet dood, maak mijn moeder niet dood. Bij Madelon kwam het uiteindelijk zover dat haar ex hun huis in brand stak. Madelon en haar kinderen waren zelf gelukkig niet thuis, maar ze is alles kwijt. En dan zit mijn zoon, ja mama, toen ik geboren werd, hebben wij ook zo'n kaartje. Maar die hebben wij niet meer. Dat is verbrand. Haar ex zit nu vast en Madelon bouwt haar leven weer op in Brabant. Haar huisje is al bijna af en ze hoopt dat andere slachtoffers zien dat je er weer bovenop kunt komen. Durf te gaan praten, neem iemand in vertrouwen. Er is echt een oplossing, ik ben er ook uitgekomen.